Deze prominente plek in de stad. En dat we ook eigenlijk bij de gemeente, en dat zijn dan toevallig oud-wethouders die oproep doen. Is niet toevallig. Maar dat is niet toevallig, maar ik doe het toch maar even. We staan 30 jaar dit jaar, dat is me nogal wat, hè? 30 van die routes achter elkaar. Dus we hebben eigenlijk extra uitgepakt. We hebben een heel mooi boekje gemaakt dit jaar, echt dubbel dik in vergelijking met vorige jaren. En we hebben ook een aantal extra activiteiten georganiseerd. Op 7 september een hele mooie lezing in Hof 88 van een hele bekende fotograaf. Maar ook voor de kunstenaars extra dingen. We hebben bijvoorbeeld een kunstenaarsbal. Dus net voor de route hebben we een feest georganiseerd met live muziek. Want het gaat natuurlijk om de kunstenaars, hè. Dus dat is zeg maar een besloten feestje. Want we wilden voor hun ook een keertje iets extra's doen na 30 jaar. Want zij zorgen er wel voor dat het elk jaar zo prachtig uitziet. Hè? Ze hebben hun ateliers open. Maar als je hier bij de tentoonstelling kijkt, dan denk ik ook van, jongen, wat wordt er veel moois in Almelo. En er mag best wat meer waardering komen voor onze kunstenaars. Dus vandaar dat feestje. Dus dat wordt een soort boekenbal. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, een boekenbal. Ja, met echte live muziek erbij. De band van Hans Hunter gaat optreden. Dus dat is echt alleen voor dit jaar. Want normaal gesproken hebben we daar ook de middelen niet voor. Maar dit jaar hadden we wat meer te besteden. Dus dat komt mooi. We maken ons enorm zorgen, want zowel op het Indië-terrein waar een aantal kunstenaars werken, als ook bij de 8 zaligheden. Dat zijn grote ateliers waar veel mensen werken, die moeten allemaal weg. Dus wat we hebben gezegd tegen de kunstenaars is, zoek elkaar op, maak plannen, bedenk oplossingen, doe voorstellen en wij kunnen helpen. Want als zij bundelen, dan kunnen wij hun verhaal weer verder helpen. Het zij naar de politiek of onderhandelen over bepaalde ruimtes. In je eentje kom je nergens. Veel plezier vanavond.